beginnen vandaag in een actieve houding, iets anders dan in een kleermakerszit. En Elianne heeft hem met schenenveef in de mat en dan land het even met je heup op je hiel. Ik maak hem iets actiever. Ik zet mijn tenen in de mat en ik land met mijn heupen op mijn hiel. En dan is het gelijk meer opening voor ook de achterzijde van je voet. En dan laat je je handen zachtjes landen op je knieën, op je bovenbenen. Schouders, grote shoulderrol omhoog en naar achter. Stuur je kruin iets op en sluit dan rustig je ogen. En met het sluiten van je ogen sluit je je weer even heel bewust af voor alles om je heen. En dan voel je heel even na hoe je zit. Verleng je rug vanuit het lage deel naar het middelste, naar tussen je schouders. Zoek ook de lengte over de wervels in je nek, via de achterzijde van je hoofd richting je kruin. Zacht in je gezicht, geen frons op je voorhoofd. Voel je je handen ontspannen op je bovenbenen. Misschien voel je wel de warmte van je handen naar je benen. Neem je even alle geluiden heen die je kunt waarnemen. Misschien zijn er geuren. Of je het koud hebt of warm. Neem alle prikkelingen, sensaties even waar door je lijf heen. Als je voor het eerst zo zit, wat gebeurt er? Wat voel je door je lijf? En dan adem je rustig maar diep in door je neus. En geef je het weg met een zucht door je mond. Adem langzaam maar diep in door je neus. En geef het weer weg met een zucht door je mond. Laatste keer. Adem rustig maar diep in door je neus. En met die zucht laat je even alles los. Wat je nu voor je practice niet kunt of wil gebruiken. Dan sluit je je mond, ga je naar een in- en uitademing door je neus. Zelfde ritme, vertraging in je adem. Rustig inademen door je neus en langzaam weer uitademen door je neus. Gaan we vanuit daar de adem een klein beetje meer sturen. Adem eerst even volledig leeg, navel iets naar binnen, bekkenbanda is iets actiever. En dan laat je een inademing beginnen vanuit laag onder in je buik. Zoek die rustig zijn weg omhoog naar de top van je borst. En uitademen langs de achterzijde van je rug, je flanken, laat je hem weer landen, wat lager onder in je buik. En dan adem je weer rustig in. Die inademing niet alleen de ruimte omhoog, ook een beetje meer zijwaarts naar je flanken. En uitademend, een beetje meer ontspanning, een beetje meer verzachting. Laat je de adem weer landen onder in je buik. Adem langzaam leeg. En dan adem je weer rustig in. En die cirkels van adem die volg je in gedachten. Observerend wat je voelt op die inademing. Observerend wat je voelt als je uitademt. En dat ritme van die adem, dat neem je mee je practice in. Niet versnellen of vertragen, om mijn ritme van adem misschien bij te houden. Blijf vooral bij het ritme van je eigen adem en wat je voelt door je lijf heen op dat ritme. Dan blijven we nog een rustige in, langzame uitademing hier. Helemaal observerend, naamvoelend door je lijf. En dan open je rustig je ogen. Dan breng je je handen voor je op de mat. En langzaam schuif je naar achter in een cat-cow houding. Eerst even neutraal. Neuswijs naar beneden, kruin naar de voorzijde, lange rechte rug. En had je nou je tenen in de mat, dan leg je schenen wreef even in de mat. En dan klop je je voeten even los. En dan breng je langzaam je tenen terug in de mat. Wijs je hielen omhoog. En dan gaan we naar een cat-cow, alleen een klein beetje anders. Je draait langzaam je rechterhand een beetje meer naar je knie toe. Vingers wijzen naar je knie, voorzijde bij je pols en de voorzijde van je mat. Ruimte tussen je handen blijft gelijk. Vanuit hier gaan we naar een cat-cow. Maar die rechterhand blijft met vingers naar je knie en die linkerhand met vingers naar de voorzijde. Op een inademing kantel je het bekken, lift je hart iets op en kijk iets op. En uitademend kantel het bekken onder je en langzaam maak je een ronding. Zo rond als je kan van je zitbordjes naar je kruin. Inademend kantel het bekken langzaam door. Lift je hartgebied iets op, kijk iets op. En uitademend langzaam door, helemaal naar die ronding. Laat je hoofd lekker hangen, zacht in je schouders.
Inademen met ruimte naar de top van je borst, maar ook zijwaarts. Naar die rechterflank, naar die schouder. En uitademen weer helemaal door naar die ronding. En dan kom je weer langzaam terug op je eigen tempo naar neutraal. Draai je je rechterhand langzaam terug naar de voorzijde. En dan voel je heel even na. En draai je die linkervingers richting je linkerknie. Handen gaan niet eens smaller of dichter naar je knie of de voorzijde van de mat. Ze blijven mooi onder die schouders. Je rug is nu nog mooi neutraal. En op een inademing kantel je opnieuw het bekken langzaam weer naar die holle rug. Kijk iets op. En uitademend kantel het bekken onder je en maak langzaam rond. Hou het gewicht mooi in het midden, laat je hoofd lekker hangen. Inademend kantel weer in het bekken, lift je hart iets op. Ruimte naar de top van je borst, zijwaarts naar die linkerflank. En uitademend weer helemaal door in die ronding, laat je hoofd weer lekker hangen. Laatste keer. Voel ook het verschil misschien in ruimte, wat er gebeurt bij je pols, bij je vingers, bij je schouders. En vanuit daar kantel langzaam weer onder jezelf door. Kijk misschien naar de achterzijde van je mat of naar je voeten. Kom rustig weer terug naar neutraal. En dan laat je die linkerhand staan. En dan draai je je rechtervingers opnieuw weer terug, wijzend naar je knie. En vanuit hier breng je je heupen rustig een klein beetje meer naar je hielen. En voelt dat nou echt minder prettig, dan hou je het gewicht iets meer naar voren. Heb je wat meer ruimte, dan kom je langzaam weer iets meer naar beneden. Core blijft actief, laat je hoofd misschien lekker hangen. Of kijk iets naar de voorzijde van je mat. Voel na aan de voorzijde bij je pols, in je vingers, in je ellebogen, in je schouders. Blijf zacht in je gezicht, rustig in je adem. Wordt het onaangenaam, dan kom je natuurlijk eerder uit de houding. Inademend rol je langzaam weer terug, gewicht in je handen. En dan buig een beetje in je ellebogen en draai rustig je handen even terug. Met je vingers naar de voorzijde van de mat. En dan schud je om de beurt je rechter en je linkerhand even los. Gewicht even naar links brengend, naar rechts brengend. Core nog steeds actief. En dan blijft die linkerhand onder je schouder mooi in de mat. Tenen wijzen nog steeds in de mat naar beneden, hielen omhoog. Op een inademing zwaai je rechterarm helemaal zijwaarts omhoog en dan hou je hem hoog. En dan adem je uit. Kijk je rechterhand na. Adem naar die rechterflank. Adem naar de toppen van je vingers. Inadem het ruimte omhoog. En op die uitademing breng je die rechterarm langzaam over de mat heen, achter die linkerpols langs. Zijkant van je schouder of je voorhoofd richting de mat. En dan blijft of die linkerhand in de mat in de buurt van je gezicht. Of je loopt misschien op de top van je vingers helemaal naar de voorzijde. Hou je heupen mooi hoog. Of je zwaait je linkerarm helemaal over het lage deel van je rug en gaat naar een binding. Met je linkervingers om je rechterbovenbeen. Dan blijf je zacht en ontspannen in die rechter schouder, in die rechter vingers. Wijs je hielen nog steeds mooi omhoog. Dus hielen vallen niet naar binnen of naar buiten. Twist open, mee naar die kant, naar links. En met een grote zwaai neem je je linkerhand weer terug in de mat, grond hem. En duw jezelf dan langzaam omhoog, neem je rechterarm achter die linker vandaan. En land hem weer terug naast die linkerhand in de mat. Voel even na in neutraal, misschien iets heen en weer wiegend. Misschien even je hoofd laten hangen. En dan gaan we rustig door naar die andere kant. Rechterhand blijft onder die schouder. Inademen, neem je linkerarm helemaal zijwaarts op en hou hem mooi hoog. Adem uit, maar hou hem nog steeds hoog. Adem in, zoek alle ruimte omhoog. Naar die linkerarm, naar die linkerflank. En adem uit langzaam over de mat heen. Achter die rechterpols langs. Rustig de zijkant van die linkerschouder naar je gezicht in de mat. De heupen mooi omhoog. Misschien blijft die rechterhand hier wel in de buurt van je gezicht. Of maak je hem actief en loop je helemaal bij je vandaan. Ontspannen die schouder. Draai mee, mooi open. Nu helemaal naar rechts. Tenen blijven nog steeds actief in de mat, hielen wijzen omhoog. Ook hier kan je weer naar die binding als die ruimte er is en dat voelt goed. Misschien kun je zelfs je achterhoofd nog iets meer richting de mat rollen. En dan iets meer omhoog kijken. En die rechterschouder nog iets meer terug naar achter rollen. Langzaamaan op die inademing breng je dan die rechterhand weer terug in de buurt van je gezicht. Grond je hem. En als je uitademt, langzaam. Achter die rechterpols langs, je linkerhand weer terug naar rechts.
Loop je handen even naar de rand van de mat, iets verder bij je vandaan. Breng je knieën een klein beetje naar de rand. Scheen een wrijvende mat. En draai even cirkels. Kleine cirkels of grote cirkels. Even navoelen door je lijf. Voel even na. En draai dan ook langzaam die cirkels de andere kant op. Misschien niet zo groot als naar die ene kant. Misschien blijft ze hier iets meer neutraal. Dan breng je de beweging rustig in het midden tot stilstand en loop je je handen rustig onder je schouders. Breng je je knieën weer onder je heupen. Ga je tenen opnieuw in de mat. Down dog. Duw je handen in de mat. Lift knieën, lift heupen en breng je gewicht omhoog en naar achter. Lift nu je hielen en buig extreem je benen. Dus plak je ribben op je bovenbenen. Verleng omhoog en schuin naar achter. Laat je hoofd lekker hangen of kijk iets op. Plak echt die ribben op die bovenbenen. Dus maak je klein en compact in die down dog. Breng het gewicht echt omhoog en dan naar achter naar die hielen. Zet af vanaf de toppen van je vingers. Elleboog iets naar buiten, oksels iets naar binnen gedraaid. Ontspanning in je gezicht. Nog een rustige in en langzame uitademing hier. En langzaam strek je dan een klein beetje meer in die benen. En dan gaan je hielen misschien naar de achterzijde van de mat. Of je houdt ze nog iets gelift. Of je houdt je knieën nog iets gebogen. Gewicht gaat niet meer terug in je handen of je polsen. Vanuit hier gaan we een beetje rollen met die hielen. Dus lift je rechterhiel, rol naar je rechtertenen. Lift je linkerhiel, rol naar je linkertenen. En langzaam aan buig je steeds misschien iets meer in je been. Buig je langzaam aan ook iets meer in je elleboog. Kijk je iets onder die rechter linker oksel door. Als er ruimte is, als het goed voelt. En dan breng je rustig de beweging weer in het midden tot stilstand. Inademend lift je rechterbeen, three legged dog. En dan buig je rechterbeen. En dan hou je die hielen een beetje bij je bil. Het gewicht blijft nog steeds omhoog en naar achter. En dan draai je cirkels vanuit je heupgebied. Met die knie een beetje zijwaarts wijzend. Je voet zacht. Draai je cirkels met een gebogen been. En dan voel even na. Of je die cirkels groot wil maken, klein. Of je ergens tegen een hapering aanloopt in je heup. En dan langzaamaan ga je dat been strekken. Dan blijf je nog steeds die cirkels draaien. Zonder dat je gaat hangen met je gewicht in je polsen, in je schouders. Voel na. Maak je de beweging groot of juist iets kleiner. En vanuit daar breng je de beweging dan langzaam tot stilstand. En met een grote zwaai stap je dan je hele rechtervoet naar de voorzijde van de mat tussen je beide handen in. Loop je beide handen eerst even naar voren. Actieve low lunge. Strek dat linkerbeen. Rechterknie mooi in lijn met je enkel. En dan laat je langzaam die linkerknie landen. En dan gaat je rechterarm even over het rechterbeen heen. Je rechtervoet een beetje meer uit het midden van de mat. En dan blijven we even in die actievere, wat hogere lizard pose. We gaan hem straks nog een keer doen. Dan hebben we wat meer ruimte om misschien naar beneden te komen. Wieg even heen en weer. Voel even na. Voel even na in je schouders. En dan breng je de beweging in het midden rustig tot stilstand. Linkerhand blijft onder je schouder. Rechterhand liften gaat naar je knie. Misschien draai je je rechtertenen iets zijwaarts open. Hou dan je enkel mooi in lijn met je knie. Dat is beter voor de banden. En duw misschien een beetje uit. En heb je ruimte en voelt het goed. Hou die core actief. Heupen nog steeds een beetje gelift. Dan neem je misschien die rechterarm iets meer omhoog. En dan open je een beetje meer richting het plafond. Zacht in je heupen, in je gezicht, in je schouders. Hou de rust in je adem. En dan gaat die rechterhand met een grote zwaai weer terug. Draai je rechtertenen terug. Linkertenen in de mat, lift linkerbeen. En zwaai je rechtervoet terug naar achter, down dog. En vanuit die down dog gaan we rustig naar een plank pose. Stuur je je kruin naar voren en duw je je hielen naar achter. Gaan we langzaam naar beneden. Koor blijft goed actief. Buig in die ellebogen. Langzaam naar beneden, 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 beneden. En dan ga je schenen wrijven, de mat tenen wijzen naar achter. Lift je handen, vingers wijzen naar achter. Stuur je kruin iets op. Lift omhoog je benen uit de mat. Misschien wel tot aan die bovenbenen of naar je heup. Ademhaling rustig. Maak je lang en nog iets langer.
Laat langzaam je benen weer landen. Breng je handen naast je borst. Neuswijs naar beneden. Ronde rug. Helemaal door omhoog naar achter. Child's pose. Maak hem actief. Neem je vingertoppen in de mat. Laat je hoofd hangen. Misschien je voorhoofd even naar de mat. Of hou je hoofd zwevend. Wieg even heen en weer. Voel even na. Grond je handen weer terug. Rol met een ronde rug terug omhoog. Loop je handen weer onder schouders. Knieën onder heupen, tenen in de mat. Lift knieën, lift heupen. Down dog. Even navoelend voor we ook hier in die beweging gaan. Liftend op een inademing in dat linkerbeen. Maak je mooi lang. Three-legged dog. Gewicht gaat nog steeds naar achter. En dan buig je ook hier in dat linkerbeen. Gaat die hiel een beetje naar je biel. En dan maak je ook daar die cirkels. En meestal voel je dan gelijk al of je hier meer ruimte hebt of minder. Dat je hier meer spanning voelt in je biel. Toch meer gaat hangen misschien naar die rechterkant. Misschien die linkerknie op slot slaat. Dus observeer. Voel het na. Rustig in- en uitademend. En dan ga je dat been langzaam strekken. En dan maak je nog steeds die grote cirkels. En misschien maak je ze hier wel veel kleiner. Kost het je meer controle vanuit je koor om dat been weg te sturen, hoog te houden, zonder dat je gaat hangen in die schouders. Blijf zacht in de rest van je lijf. Breng je die beweging rustig tot stilstand. En dan stap je met een hele grote zwaai. Die hele linkervoet rustig naar de voorzijde tussen die beide handen in. Beide handen eerst even naast die linkervoet. Stuur je kruin naar voor. Strek het weg door dat rechterbeen. Dus die actieve low lunge. Gaat die linkerarm over je linkervoet heen. Linkervoet iets meer naar het midden van de mat. Rechterknie landt. Beide handen ontspannen onder je schouders. Wil je meer uitdaging, kun je ze altijd iets verder bij je vandaan lopen. Maar hou die lift en denk nog steeds in lengte. Dus maak je niet kleiner richting die mat. En vanuit hier gaan we weer een beetje meer naar die twist. De rechterhand blijft onder die schouder. Linkerhand gaat naar je knie. Draai je tenen iets zijwaarts uit als dat goed voelt. Draai dan ook mee vanuit die enkel. Draai ook iets mee in die knie. En voelt dat minder goed, dan hou je ze meer naar de voorzijde van de mat. En dan neem je die linkerhand van die linkerknie en dan lift hem op richting het plafond. Open mee naar die linkerkant. Blijf zacht in die rechte schouder. Hou het nog steeds in die lift, de kracht van die adem. En dan gaat die linkerhand weer met een grote zwaai terug. Draai je linkertenen weer terug naar voren. Lift de rechterknie, lift je heup en zwaai je linkervoet weer terug naar achter. Down dog, even navoelend, lift het in je hielen. Vanuit die down dog gaan we weer naar die plank pose. Rijk je kraan naar voren, duw je hielen naar achter. Actieve plank, dus geen banaan. Denk aan die heupen, denk aan je rug. En langzaam ga je naar beneden. Koor blijft actief. Rustig naar beneden, richting die mat. Touchdown op de mat. Wreef schenen naar achter. En dan lift je benen, lift je handen. En stuur je kruin weer schuin bij je vandaan. Hou die koor actief. Lift nog iets meer als die ruimte er is. Niet door je hoofd omhoog te gooien. Stuur nog steeds schuin bij je vandaan. Lift alleen als het beter voelt. Benen weer rustig terug. Handen weer naast je borst. Neus naar de mat. Ronde rug. Maar koor blijft actief. Weer helemaal naar achter naar die child's pose. Gelijk maak je die child's pose weer actief. Vingertoppen. Heupen wiegen heen en weer. Over die hielen heen. Of zoek even de verstilling. En vanuit hier plaats je je handen weer in de mat. Ronde rug. Rol weer naar voren. Plaats je handen onder schouders, knieën onder heupen, tenen in de mat. Duw je handen in de mat, lift knieën, lift heupen. Breng je gewicht weer terug naar achter, richting die down dog. Walking dog, even navoelend. En dan gaan we weer door naar die leg lift. Beginnen we met het rechterbeen. Inademend, lift dat rechterbein. En van die three-legged dog, met die heupen samen, maken we daar nu een down dog split van. Dus open. Strek dat rechterbeen omhoog richting het plafond. En buig nu een beetje meer in dat linkerbeen. En strek dat rechterbeen nog verder bij je vandaan. Buig iets in het linkerbeen. En zoek dan weer die lengte omhoog. Door dat rechterbeen naar de topjes van je tenen. En dan blijft die rechterarm gestrekt in de mat.
En langzaam breng je dan je linker onderarm naar de mat. En dan kijk je misschien iets onder die rechter oksel door. Maak je lang en nog langer. Hou die core goed actief. Rustig in- en uitademend. Blijf zacht in die schouders. En vanuit hier langzaamaan terug opbouwend naar die down dog. Laat rustig dat rechterbeen landen. Lift die linker onderarm en land weer terug in die down dog. Inademend, zwaai rechterbeen op. Uitademend, stappen weer rustig naar die voorzijde van de mat tussen je beide handen in. Zwaai je rechterarm weer over het rechterbeen. Rechtervoet iets meer uit het midden van de mat. Linkerknie landt. En langzaam zoek je nu misschien een klein beetje meer die verdieping. Misschien wieg je een beetje heen en weer. Misschien draai je hier ook weer die rechtertenen naar buiten. Gaat je hand misschien weer naar je knie. Wiggle een beetje heen en weer. En misschien wil je hier ook wel naar een binding pose. Ga je linkerteen omhoog naar het plafond. En dan gaat je rechterhand naar je voet. En dan twist je misschien een klein beetje meer open. En dan voel je even na of die houding goed voelt. De voorzijde bij dat linkerbeen. Die opening naar je heup of naar je biel. En voelt dat minder goed, dan blijf je lekker waar je bent. Zacht in je schouders. Misschien maak je een torentje van je handen. Laat je daar je hoofd op rusten. En langzaamaan bouwen we hem dan weer terug omhoog. We kwamen uit een down dog, een down dog split zelfs. Dus helemaal door omhoog lopend. En dan draai je rechtertenen naar voren. Lift je linkerbeen je heup. En stap je rechtervoet weer terug naar achter. Even navoelend. Gaan we weer naar die plank pose. Rijk je kruin naar voren en duw je hielen naar achter. Zet die hielen af naar achter alsof ze in zo'n startblok staan. En hou die heupen mooi laag. Niet te laag, maar wel in lijn naar beneden richting die hielen. Buig je ellebogen. Kom rustig naar beneden. Zzz, touchdown. En vanuit daar een tactoos, dus geen wreef bovenbenen. En nu zwaai je handen helemaal door naar voren. Duimen wijzen iets op, pinken naar beneden. Lift nog meer iets mee op als het goed voelt. Adem naar het buikgebied. Stuur je kruin schuin bij je vandaan. Hou die core goed actief. Blijf rustig in, langzaam uitademen. Breng je langzaam je benen weer terug. Ga je handen weer naast je borst, neus naar beneden. Bel jezelf van de mat. Kom weer naar achter naar die chatpas. Vingers meteen weer actief. Heen en weer wiegend met die heupen over die hielen. Plaats je handen weer rustig in de mat. Ronde rug weer rustig terug omhoog. Handen onder schouders, knieën onder heupen, tenen in de mat. Lift knieën, lift heupen. Eindig weer terug in die down dog. Zacht in die schouders. Gaan we naar een three-legged dog, liftend in het linkerbeen. En die three-legged dog bouwen we ook hier weer op naar die down dog split. Dus lift dat linkerbeen open in die linkerheup. Blijf zacht in die schouders. En vanuit daar buig een beetje in dat rechterbeen. En strek dan dat linkerbeen nog meer omhoog. Buig een klein beetje in dat rechterbeen. En zoek nog meer lengte over dat hele linkerbeen naar die toppen van je tenen. En langzaam laat je nu die rechter onderarm landen richting de mat. En dan kijk je misschien wel onder die linkeroksel door. Blijf verlengen. Maak je lang. Open nog meer in je heup. Blijf zacht in die schouders. Rustig in- en uitademend. Navoelend, observerend door je lijf heen. En dan bouw je hem weer rustig terug richting die down dog. Dus dat linkerbeen gaat naar beneden. Lift je rechter onderarm. Laat je linkertenen landen. Terug in die down dog. Inademend, lift linkerbeen. En uitademend, grote zwaai. Langzame landing tussen die beide handen in. Rechterknie gaat richting de mat. Linkerarm over linkerbeen. Voet een beetje uit de mat. En rustig ga je dan richting die onderarmen. Even nazoekend. Heen en weer wiegend. Liefst nog steeds die rechterteen in de mat zacht in je schouders. We rollen een beetje heen en weer. Opening in dat heupgebied. Buitenkant linkerbeen, voorstrekking rechterbeen. Niet hangend in je schouders. Misschien is er hier ook ruimte voor die twist. Gaan die rechtertenen omhoog en dan achterlangs met die linkerhand naar die rechtervoet. Misschien draait dan vanzelf die linkervoet verder uit.
Misschien schiet er dan ergens kramp in je kuit of in je bil. En wil je weer heel graag terug naar die voorzijde, dan laat je lekker alles los. En dan blijf je gewoon in die low lizard of die iets hogere lizard pas. Voel het heel even na. Waar zit die ruimte? Waar loop je hier tegen die weerstand aan? Wat voelt hier echt anders? En ook deze bouwen we weer rustig terug op naar die down dog. Dus loop die handen weer onder die schouders. Draai die linkertenen weer terug. Lift rechterbeen en heup. En stop die linkervoet weer terug. Down dog, walking dog. Laatste keer naar beneden via die plank pose. Stuur je kruin naar voor, duw je hielen naar achter. Hou die core goed actief. Blijf zacht in die schouders. Gaan we weer langzaam naar beneden. Rustig aan. Ellebogen langs die flanken. Stuur je kruin naar voor. Blijf lang. Touchdown. En dan weer tenen naar achter. Lift je benen. Schuif je handen met een grote zwaai naar de voorzijde. Lift je armen. Kijk schuin iets naar voor. Dus gooi je hoofd nog steeds niet omhoog en naar achter. Hou die core goed actief. Maak je lang. Door de toppen van je vingers. Over die backbend, naar je tenen. Laat je benen weer rustig landen. Handen schuiven weer naar je borst. Neus naar mat. Langzaam ronde, rug terug omhoog. Eindigend weer in die child pose. Vingertoppen weer in de mat. Verlenging over die armen. Armen blijven actief. Inademend kijken weer iets op. Grond je handen en rol met een ronde rug rustig terug. En dan gaan je handen onder je schouders. Knieën onder heupen, tenen in de mat. Laatste keer down dog, lift. Voel weer heel even na. En vanuit hier gaan we naar een dierpose. Niet naar een pigeon pose, maar dan naar iets andere opening in je heup. Dus lift opnieuw dat rechterbeen. Three-legged dog, down dog split mag altijd als dat goed voelt. En dan gaat die rechterknie achter die rechterpols. En die rechtervoet een beetje meer achter die linker. En dan kom je langzaam zitten met je linkerknie een beetje tegen het holletje van die rechtervoet. En dan hou je het gewicht mooi in het midden. En misschien zweeft dan je rechterknie een heel klein beetje. En dan kom je langzaam, als het goed voelt, een beetje over dat rechterbeen heen. En dan is je voorste been van je rechterscheen meer in lijn met de mat. En je achterste been links is meer in lijn met de lengte van je mat. En langzaam kom je naar beneden, richting je onderarmen. En dan voel je misschien gelijk na, waar zit die strekking, wat voel ik door mijn lijf heen. Misschien aan de buitenkant hier, bij dat rechterbil, lager in die rug, bij je heup. Dan gaan we een klein beetje aan de wandel, ook aan deze kant. Ik hou al van beweging in een beetje, een pose. Dus loop een klein beetje naar rechts. En twist misschien nog iets om jezelf heen. En kijk even hoe dat voelt aan deze kant. Misschien iets over die rechter schouder, zijwaarts kijkend. En loop dan langzaam terug, helemaal via het midden van je mat, helemaal naar links. En misschien kom je hier hele andere sensaties tegen. Niet helemaal hangend, misschien richting de grond. Kijk of je nog een beetje die ruimte kunt vinden om te ademen. Ruimte om te twisten. Blijf zacht in die schouders. Loop je weer langzaam terug naar die voorzijde. Dan voel je weer heel even na. Blijf rustig in die adem. En dan gaan we die dierpose omdraaien naar de andere kant. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb even genoeg down dog gezien. Dus ik kom langzaam omhoog. Handen achter je. En dan zwaai je voeten helemaal door naar de andere kant. En dan gaat je linkerscheen helemaal in lijn met de voorzijde van de mat. En je rechter helemaal in lijn met de lengte over je mat. En ook hier kijk je dan of je weer goed zit. Misschien kom je met een kussentje aan de onderkant van je linkerknie als dat beter voelt. En dan kom je weer rustig naar de voorzijde van de mat. Eerst weer even navoelend. En dan bedenk je misschien, hé, hier heb ik meer ruimte, dit voelt beter. Hier hang ik minder. Hier heb ik nog steeds ruimte naar die rechter, maar ook naar die linkerflank. Dan gaan we hier natuurlijk ook weer een klein stukje wandelen en onderzoeken. Dus lift iets weg en loop rustig eerst naar links. Hou het gewicht een beetje meer in het midden, dus niet helemaal komend naar je linkerkant. Maar duw die zitpotjes een beetje meer terug en twist misschien iets om jezelf heen. Iets langs die linkerschouder kijkend. Zacht in je schouders, observerend wat je voelt bij
beide zitpotjes iets meer terugduwend naar de mat. Niet te veel hangend naar die linkerkant. Via die hele linkerkant in het midden van de mat loop je dan helemaal door naar rechts. En dan ontspan je hier ook een klein beetje meer. Vaak helpt het om niet helemaal te hangen nu naar links, maar nog steeds een beetje weg te liften. Mee naar de opening en rechts. Voel je nog meer die stretch aan de buitenkant. Bij dat linkerbeen, bij je bil, misschien ook wel bij je heup. Weer langzaam teruglopend naar die voorzijde. Dan blijven we nog heel even hier. Observeer, voel het na. En rustig creëer je dan ruimte en kom je langzaam omhoog. En dan gaat je linkerhand een beetje naar achter. Leun je iets naar links. Gaat je rechter enkel voor je rechterbeen en dan eindigen we in een Sukhasana. Een soort van kleermaker zit echt iets verder met je voeten bij je heupgebied vandaan. Dus je hebt een soort van diamantvorm een beetje in het midden. En dan vouw je even over die benen heen. En ontspan je even je schouders, je gezicht. Misschien wieg je een beetje heen en weer. En langzaam rol je weer terug omhoog. En in de lucht kruis je dan je benen de andere kant op. En dan tenen ontspannen, voeten ontspannen. Vouw je weer lekker over je benen heen. Handen verder bij je vandaan, iets dichterbij. Iets hoger als dat beter voelt. Er is minder ruimte. Dus voel het even na. En langzaam rol je dan weer terug omhoog. En dan eindigen we in een kleermakerszit die goed voelt, goed past. Misschien een halve lotus. Handen weer even terug naar je knieën, je bovenbenen, kruin op. Opnieuw de lengte over de wervels in je rug en nek. Even weer zacht in je gezicht. Misschien had je je ogen al gesloten, anders sluit je ze weer even zacht. Voel even na, door je lijf heen. Practice je heeft gebracht aan opening in schouders, over flanken, bij je heupen. En op een inademing neem je dan je armen langs je oren hoog, boven je hoofd, breng je je veertoppen samen. En uitademend eindig je met handen een keer naar je borst. En dan adem je nog één keer rustig in door je neus. En geef je het langzaam weer weg met een zucht door je mond. En dan wil ik jullie bedanken voor het samen doen van deze practice. Blijf lief voor je lijf, zorg goed voor jezelf en elkaar. Namaste. Breng je handen misschien naar voren. Je hoofd even landen. En dan rol je weer rustig terug omhoog. Voel je altijd vrij om daar iets langer te blijven. Als dat beter voelt, gaat je kruin weer iets op. En open je als je zover bent rustig je ogen. Dankjewel en graag tot de volgende keer.